je dit normaal? Ik ga geen melding maken, jullie krijgen dikke leun voor je. Want tegenwoordig als je melding maakt of je wil helpen of zo, ja, beter niet doen. Vooral niet naar politie of naar de gemeente, want dan krijg je een mes achter je rug. Als stank voor dank. Kijk maar, een boom gevallen hier. Ja, zo ben ik ook weer hoor, Abu Talib. Ze rijden voorbij, kijk maar. In plaats dat ze iets aandoet. Nee hoor, kijk maar. Kijk maar mee, Abu Talib, wat ik bedoel. Is dat niet belangrijk, dit? Wow, dit is toch levensgevaarlijk, toch? Kijk maar mee. Maar nee, ze hebben altijd excuus. Oh, we zijn op de melding gegaan. En achteraf was het volg, helemaal geen melding. Ja. Zie je? Niemand neemt op. Niemand. Luister maar mee. Ik zal de motor uitzetten. Is dat niet schandalig? En dan hebben ze het over veiligheid, veiligheid. Fuck off. Nou, ik zal nog een poging doen en daarna ga ik verder. Kan mij geen. Nou, hier ben ik weer hoor, lieve vrouw. Ik denk dat het brandweer niet opneemt. En ik vind het levensgevaarlijk als je dat ziet hoe de fietsers. Blijf aan de lijn, ik geef even de politie van Rotterdam. Dank u wel, mevrouw. Vriendelijk bedankt.
erg, hè? Je zou dat niet verwachten in Nederland. De politiewachtkamer. Ja, goeiedag mevrouw. Ik rijd er net recht in de stad. En ik kom op de hoogte vlak bij Terbrechtsplein. Een boom die is omgevallen. En eigenlijk tot... Wat zegt u? Nee, die weg. Als je dus van Zevenkamps, zeg maar... hoe heet het nou, joh? Ik rijd dagelijks hier, moet je nagaan. ja, tussen die bos. De hoofdweg? Ja, ik denk waar je 70 mag rijden, auto's. Ja, ja, correct. Ik zal het volgende keer onthouden, die naam, hoor. Want ik ben wel heel lul. Er is echt een boom gevallen, mevrouw. Het is levensgevaarlijk. Die boom is precies eigenlijk op de hoogte van de provinciale weg tot de einde. Eigenlijk fietsen, scooters kunnen er niet langs. En ik zie dat sommigen risico nemen. Nee, hij ligt op de fietspad. Hele grote boom. Het is echt een... ja, je kent niet langs. Al heb je squatter. Het is... Nee, richting de stad, mevrouw. Ik ga naar de stad. Ik moet even iets ophalen. Is goed, mevrouw. Ja, verder. Ik ga eromheen rijden. Voorzichtig over langs die weg waar je 70 naar rijdt. Voor mij maakt het niet uit, mevrouw. Maar ik zal het zonde vinden als er iemand hier verongelukt wordt. Die, want ik zie ook oudere mensen die er omheen lopen. Maar het is winter. En je weet het, bij de weg waar ze 70 mogen rijden is gevaarlijk. Kortom, het is geen goed... Wat zegt u? Nee. Ja, die mensen die er overheen willen doorweren, die gaan gewoon langs de weg heen, voorzichtig lopend. Ik ga ook zo met scooter naast scooter lopen en om verder naar mijn eindbestemming te gaan. Ja, natuurlijk mevrouw. Ik heb niet alleen kritisch, maar ik help ook. Ja. Nou, een hele fijne dag mevrouw. Bedankt voor uw moeite. Dag mevrouw. Nou, politie helpt. De brandweer heeft het laten afweten. De omgekeerde wereld. Normaal zie je altijd brandweer als de eerste. Als er iets gebeurt, een dode op straat ligt of iemand hartaanval, of zie je brandweer, dan komt pas de ambulance en dan politie als de laatste. Ja, en nu, je ziet het, hè? Kijk maar zelf maar wie gek is, Abu Talib, ik of jij? Of je collega's die de beleid uitmaken? Met zijn onzinnen. Kritische en bullshit op tv vertellen aan mensen. Nou, ik ga verder hoor. Nou, ik hoop dat ze snel komen en die boom verwijderen. Kunnen mensen een beetje op zijn minst nog lopend naast de fiets of met scooter naast scooter lopen voor naar de stad te gaan. Want zo veilig is het ook weer niet hoor. Al is die boom weg, want overal liggen takken. En ik heb begrepen dat het vandaag winterig is. Maar goed, juist in deze tijd moet je de mensen op straat gaan sturen van rood en die dingen zijn een speciale machine. Maar nee hoor, het is de allemaal te schuiven. Uitgewezen.
politie, geen één politie, geen één brandweer.